Hallo, welkom bij de 20e aflevering van taalklas.nl. Fijn dat u weer bij ons bent. Bij mij in de studio twee cursisten, Yvonne en Nadia. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. De aflevering van vandaag heet Waar is de supermarkt? Het gaat over de wegvragen. In het filmpje zien we het volgende. We zien Maya aan het werk in het verzorgingshuis. Ze maakt een praatje met mevrouw Spijker. En mevrouw Spijker heeft wat last van haar keel en Maya is zo aardig aan te bieden dropjes voor haar te kopen in de supermarkt. Maar Maya weet niet waar de supermarkt is. Mevrouw Spijker legt het uit. Voordat we gaan kijken heb ik twee vragen voor u. De eerste. Welke twee dingen zoekt Maya in de supermarkt? Welke twee dingen zoekt Maya in de supermarkt? En de tweede vraag. Hoe moet Maya lopen om in de supermarkt te komen? Hoe moet Maya lopen om in de supermarkt te komen? Kijkt u mee. En mevrouw Spijker, alles goed? Gaat wel, Maya. Ik heb een beetje pijn in mijn keel. Zal ik wat dropjes voor u kopen? Ik moet toch nog boodschappen doen. Zou je dat willen doen? Dat doe ik graag voor u. Is er een supermarkt in de buurt? Jawel. Als je buiten staat, ga je linksaf. Dan is het de tweede straat rechts. Daar is een groot winkelcentrum. Dus linksaf en dan de tweede straat rechts? Precies. Bij de ingang van het winkelcentrum, daar hangt een platte grond. Dat is heel makkelijk. Goed dan. Tot straks. Gatje. Sorry. Heb ik u pijn gedaan? Nee hoor. Ik let er zelf ook niet op. Oh, gelukkig. Mag ik u iets vragen? Ja, ik zoek tomatenpuree. Tomatenpuree? Wacht even. Bij de soepen. Bij de soepen? Tweede pad links en dan aan de rechterkant. Daar staan de soepen. Vermicelli pakjes, blikken. Dus bij het tweede pad links en dan aan de rechterkant? Ja. Dank u wel. Dag. En? Gevonden? Nee, helaas niet. Dan weet ik het ook niet. Spijt me. Dag. Nou, het is Maya nog niet gelukt de tomatenpuree te vinden. Nee, ze heeft nog niet gelukt gehad. Laten we kijken naar die twee vragen. De eerste, Nadia, is voor jou. Welke twee dingen zoekt Maya in de supermarkt? Zij zoekt keeldroppels en tomatenpuree. Ja, dus dropjes hè, voor de keel inderdaad en tomatenpuree. Tomatenpuree. Juist, heb je goed. En ze heeft het nog niet gevonden dus misschien gaat ze straks nog verder op zoek. Yvonne, die tweede kijkvraag. Hoe moet Maya lopen om bij de supermarkt te komen? Heb je dat kunnen volgen? Dat was lastig, denk ja. ik. Als ja. zij buiten staat, ja. zij linksaf en daarnaast de tweede straat rechtsaf. Ja. Goed van je, was moeilijk. Goed. Want waar heeft mevrouw Spijker nou precies last van, Yvonne? Van haar keel. Van haar keel. En drop ja. wil dan wel eens helpen. Ja. Sta jij vaak te zoeken en te kijken in de supermarkt? Wel, zij heeft een klein boodschappen al gedaan. Dus, ja. Maar sta jij vaak te zoeken? Nou, ik. Ja? Nou, ik blijf veel tijd in de supermarkt. Ja. Nou, niet om te zoeken, maar... Ik houd van alleen maar kijken. Ja, gewoon kijken. Wat zal ik koken? En... Ja. En jij, Yvonne? Kan je altijd alles vinden in de supermarkt? Ja. Nee, naast mijn Albert Heijn, ik vind het bekend. Ik weet alles waar staat. Maar als ik ga naar een ander, die XL, ja. Ik zou zoeken overal. Ja. Ja. Dat hier waar staat die drank is, waar staat ja. die, waar staat die, dat was moeilijk. Ja. Ja. En vraag je het dan ook aan iemand? Aan een andere klant of aan iemand die daar werkt? Soms ik kijk die bordjes dan bij die afdeling, ja. maar soms dat lukt niet, dan gewoon moet ik personeel vragen. Ja,
En dat kan toch, hè? Meestal word je vriendelijk geholpen. Ja. Nou, laten we gaan beginnen met de eerste oefening. Okay. Doet u mee? Luister en kies het goede plaatje. De rechterkant. De rechterkant. Nou, is het plaatje 1, 2 of 3? Ik zie hier een doos staan met een pijl aan de rechterkant. Dus ik kies voor plaatje 2. Yvonne, de linkerkant. De linkerkant. Is dat plaatje 1, 2 of 3? Plaatje nummer 1. Plaatje nummer 1. Juist, heb je goed. Nadia, deze is voor jou. De drogist. De drogist. Is dat plaatje 1, 2 of 3? Dat is Kruidvat, is een bekende drogist. Ja, dat is de drogist. Juist, heb je goed. Yvonne, het reisbureau. Het reisbureau. 1, 2 of 3? Plaatje nummer 3. Plaatje nummer 3. Goed. Yvonne, de fotozaak. Nog één voor jou. Plaatje nummer 2. Juist, heb je goed. Nadia, uitverkocht. Uitverkocht. Dat is plaatje 1, dat is Opus Op. Ja, het product is er niet meer. Niet meer. De laatste drie zijn voor u. De bank. De bank. Kiest u plaatje 1, 2 of 3? De bank. Yvonne, wat kies jij? Ik kies nummer 2. Nummer 2. Heb je goed gedaan, goed gekozen. Nog één voor u. Tegenover. Tegenover. Is dat plaatje 1, 2 of 3? Tegenover. Nadia, wat denk jij? Volgens mij is plaatje 2. Plaatje 2. Maar dat is als je loopt met plaatje 1, kan ook tegenover kijken. Dat kan ook. Ja, die spullen staan ook tegenover elkaar, inderdaad. En met plaatje 2 zie je heel duidelijk een pijltje. Juist. De laatste voor u. Meelopen. Meelopen. Wat denkt u? Is het plaatje 1, 2 of 3? Meelopen. Yvonne? Ik zal plaatje nummer 2 kiezen. Ja, heb je goed gekozen. Dat ging goed, dames. Ja, het was helemaal goed. Makkelijk? Ja. Mooi. Ja. We gaan door met de volgende oefening. Luister en kies het goede plaatje. Hoe kom ik bij de bank? Hoe kom ik bij de bank? Is dat plaatje 1, 2 of 3? Ik zie hier iemand de weg vragen naar de HEMA. Ik zie hier twee mensen met elkaar praten. En bij plaatje 3 zie ik iemand de weg vragen naar de bank. Dus plaatje 3 is het goede plaatje. Yvonne, waar vind ik een pinautomaat? Waar vind ik een pinautomaat? Plaatje 1, 2 of 3? Dat staat in plaatje nummer 1. Juist. 1. Waar vind ik een pinautomaat? Nadia, u gaat rechtdoor. U gaat rechtdoor. Dat is plaatje 2. Plaatje 2, hè? Die pijl gaat hier zo rechtdoor. Ja. Juist. Yvonne, de HEMA is aan uw rechterkant. De HEMA is aan uw rechterkant. Plaatje nummer 1. Plaatje nummer 1. Juist, heb je goed. De laatste is voor u. De tomatenpuree is uitverkocht. De tomatenpuree is uitverkocht. Wat denkt u? Plaatje 1, 2 of 3? Wat denk jij, Yvonne? Ik denk dat dat in nummer 1 is. Juist, het is nummer 1. Deze mevrouw vraagt waar de tomatenpuree is. En deze meneer zegt waarschijnlijk, de tomatenpuree is uitverkocht. Dus dat is pech voor Maya. Tijd voor oefening nummer 3. Maak een goede zin. Gaat rechtsaf, u, hier en een punt. Dus even kijken. U gaat hier rechtsaf, punt. Yvonne, wil jij de volgende doen? Oké. Je hebt de rechterkant, of
rechterkant, de HEMA, is aan uw en de punt. Wat maak jij hiervan? De HEMA. De HEMA is aan u. Aan uw rechterkant. Rechterkant. Punt. Punt. De HEMA is aan uw rechterkant. Helemaal goed. Nadia, linksaf, u, hier, gaat en punt. U gaat hier linksaf, een puntje. U gaat hier linksaf, juist. Yvonne, waar een pinautomaat ik vind? Vraagteken. Waar vind ik een pinautomaat? Vraagteken. Waar vind ik een pinautomaat? Juist. De laatste twee zijn voor u. U heeft het volgende. Het woordje u, waar, is, weet, vraagteken en het reisbureau. Nou, maak u een goede zin hiervan. Wat denk jij, Yvonne? Wat zou jij hiervan maken? Weet. U. Waar. Het reisbureau is. Juist. Vraagteken. Weet u waar het reisbureau is? Nog één voor u. De bank. Ik kom vraagteken bij en hoe. Nou, we gaan beginnen met hoe, denk ik, Nadia. Hoe kom ik bij de bank? Bij de bank. Vraagteken. En je hebt me goed. Mooi. Het wordt weer tijd voor het tweede filmpje. Ja, in dit filmpje is Maya nog steeds in de supermarkt en ze is nog steeds op zoek naar de tomatenpuree. Ik heb hier twee kijkvragen voor u. Maya kan de tomatenpuree niet bij de soepen vinden. Een medewerker van de supermarkt wijst haar de weg. Waar staat het wel? Bij welke afdeling staat dus die tomatenpuree? Dat is de eerste. Bij welke afdeling staat de tomatenpuree? De tweede vraag. Welk pad wijst hij haar en welke kant van dat pad? Dus nogmaals, welk pad wijst hij haar en welk kant van het pad? Het zijn lastige vragen. Ik hoop dat u het antwoord in het filmpje kunt vinden. Laten we gaan kijken. Meneer, mag ik u iets vragen? Natuurlijk. Ik zoek tomatenpuree. Bij de soepen staat het niet. Nee, tomatenpuree staat bij de pasta's. Oh, bij de pasta's. Derde pad rechts en dan aan de linkerkant bij de pasta's en de sausen. Onderaan. Dus het derde pad rechts, aan de linkerkant, onderaan? Ja. Oké, dank u wel. Meneer, kunt u even met mij meelopen? Meelopen? Ja. U stuurt mij naar de pasta's, maar ook hier kan ik geen tomatenpuree vinden. Oh, ik zie het al. De tomatenpuree is uitverkocht. Uitverkocht? Pff. Tja, morgen is het er weer. Morgen? Tja. Oké. Het spijt me. Daar. Jij ook, hè? Lekker, dank u wel. En, heb je al je boodschappen kunnen vinden? Nee, niet alles. Er was geen tomatenpuree. Die was helaas uitverkocht. Die moeten we dus zelf maken. Wat een werk. Maar wel gezond. Dat zal mijn man niet leuk vinden. Waarom niet? Die kookt vanavond. Arme Martijn, hè? Die moet koken. Ja. De eerste vraag, Nadia. Bij welke afdeling staat nu die tomatenpuree? Dat staat bij pasta's. Bij de pasta's bij en de dus pasta. Niet bij de soepen? Nee, het was een andere afdeling. Maar staat de tomatenpuree ook echt daar bij de pasta's? Maar was uitverkocht, helaas. Helaas voor Maya. Ja. De tweede helaas vraag. Voor Martijn. Voor Martijn, ja, helaas. Ja, hij moet koken. Hij moet koken. Yvonne, heb jij het antwoord gevonden op die tweede vraag? Welk pad wijst hij haar en welke kant van dat pad? Het was in de derde pad, in de linkerkant. Juist. En was in de rechterkant, deel van de pad, ja? Was de pasta. Juist. He, dus eigenlijk de derde pad rechts, aan de linkerkant en dan onderaan. Ja. Kook jij altijd zelf?
Nee, als... Zet je je man aan het werk, net als, zoals Maya? Nou, ik kook als mijn man in de koken ook is. Anders kook ik niet. Maar ja, hij houdt ook van koken. Dus, hij houdt ook van koken. Ja. Dus jullie doen het eigenlijk... Samen soms. Samen. Of soms hij doet één deel van de koken en ik doe de andere deel. Oké, dus dan help je elkaar gewoon. Ja. En jij, Nadia? Kook jij altijd zelf? Meestal, ik kook zelf. Ik hou van koken. Oké. Okay. Maar als af en toe mijn man ook af van koken, als Nederlands eet, dan hij zegt ze lekker vleesbraden of met groenten, dan hij zelf doen. Ja, en het is altijd lekker als er voor je gekookt wordt. Ja. Toch? Ja, natuurlijk. Laten we gaan naar de volgende oefening. Oefening nummer 4. Luister en kies het goede plaatje. Ik zeg, u gaat hier linksaf. U gaat hier linksaf. Welk plaatje hoort hierbij? Is dat 1, 2 of 3? Nou, ik zie hier een pijl naar links staan, dus ik kies voor plaatje 2. Yvonne, deze is voor jou. Weet u waar het reisbureau is? Weet u waar het reisbureau is? 1, 2 of 3? Dat staat in plaatje nummer 1. Juist, plaatje nummer 1. Goed. Nadia. Ik zoek de tomatenpuree. Ik zoek de tomatenpuree. 1, 2 of 3? Dat staat bij blaadje 3. Blaadje 3, heb je goed. Klopt. De laatste twee zijn voor u thuis. Waar is de HEMA? Waar is de HEMA? 1, 2 of 3? Welk plaatje kiest u? Yvonne, wat denk jij? Nummer 3. Nummer 3, juist. En nog eentje voor u. U gaat hier rechtsaf. U gaat hier rechtsaf. Is dat plaatje 1, 2 of 3? Nadia, wat zou jij kiezen? Ik zou nummer 3. Nummer 3? Er staat een pijltje naar rechts. Er staat een pijltje inderdaad, naar rechts. Goed. De volgende oefening, oefening 5. Welke zin is goed, geeft een goede reactie? Waar is de HEMA? Waar is de HEMA? Nou, welke reactie hoort daarbij? Waar is de HEMA? Dank u wel. De HEMA is aan uw rechterkant. Nou, het lijkt me niet handig als je dezelfde vraag stelt. Dank u wel zou ik ook niet zeggen. Dus de HEMA is aan uw rechterkant. En die is inderdaad goed. Yvonne. Dank u wel. Dank u wel. Wat zou jij geven als reactie? Graag gedaan. Graag gedaan. Juist, goed. Nadia, waar vind ik een pinautomaat? Waar vind ik een pinautomaat? Wat kies je? Hoe kom ik bij de bank? U gaat hier linksaf of ik zoek de tomatenpuree? U gaat hier linksaf. Juist, heb je goed. Ik zoek de tomatenpuree. Ik zoek de tomatenpuree, Yvonne. De tomatenpuree is uitverkocht. De tomatenpuree is uitverkocht, inderdaad. De laatste zijn voor u. U gaat hier rechtsaf. U gaat hier rechtsaf. Wat is volgens u de goede reactie? Waar is de HEMA? De tomatenpuree is uitverkocht. Of kunt u even meelopen? Wat is de goede reactie? Yvonne, wat denk jij? Kunt u even meelopen? Kunt u even meelopen? Dat is wel zo handig. Ja. Mag ik u iets vragen? Mag ik u iets vragen? Wat kiest u thuis? Jazeker. U gaat hier linksaf. Of weet u waar het reisbureau is? Jazeker. U gaat hier linksaf. Of weet u waar het reisbureau is? Wat denk jij, Nadia? Jazeker. Ja, mag ik u iets vragen? Ja. Jazeker, ja hoor. Goed, helemaal goed. Het wordt weer tijd om te gaan praten. Dat doe ik met Yvonne. Yvonne, wij komen elkaar tegen op straat. Gezellig. Jij wilt iets aan mij vragen. Oké. Okay. En je moet het volgende onthouden. Drie dingen weer. Je wilt weten waar de bank is. Ten tweede, je wilt weten waar het reisbureau is. En tenslotte... herhaal je wat ik gezegd heb en je bedankt voor de informatie. Dus,
Je wilt weten waar de bank is. Je wilt weten waar het reisbureau is. En tenslotte herhaal je wat ik gezegd heb en bedank je. Oké. Okay. Ja? In je hoofd? Ja. Gaan we beginnen. Dag mevrouw, wilt u iets vragen? Ja, kunt u misschien mij helpen? Ik weet niet precies waar de bank is. Oké, okay, voor de bank gaat u hier rechtsaf. Rechtsaf. En ja. Voor het reisbureau? Voor het reisbureau loopt u rechtdoor. Oké, okay, voor de bank is rechtsaf en voor de reisbureau rechtdoor. Juist. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Dag. Dag. Nou, goed gesprek. Ja. Tevreden? Ja. Mooi, ik ook. Als u ook met mij wilt oefenen met praten, dan kan dat. Dat kan namelijk op internet. Op www.taalklas.nl. www.taalklas.nl. Daar vindt u allemaal leuke oefeningen. Ik zal u uitleggen hoe het allemaal werkt. U kiest tussen inloggen en registreren. Ik kies voor inloggen, want ik heb me al geregistreerd. Inloggen. Mijn naam. Hani. Ik klik op oké. Okay. Mijn nummer is 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik klik weer op oké. Okay. En hier krijg ik de oefeningen te zien. We zijn bij aflevering 20 en die oefeningen vindt u hier. Als het nu niet lukt de oefeningen te vinden, vraag iemand u te helpen. Het is de moeite waard. U kunt namelijk op internet heel veel leren. Schrijven, lezen en dus ook praten. Helaas zit het er voor vandaag alweer bijna op. Voordat ik de cursisten ga bedanken, wil ik even terugkijken. Wat hebben we gedaan vandaag? Vandaag hebben we geoefend met woorden en zinnen die je kunt gebruiken als je de weg wilt vragen. Ook hebben we geoefend met woorden en zinnen die je kunt gebruiken in de supermarkt, als je bijvoorbeeld iets niet kunt vinden. Yvonne en Nadia, bedankt. Fijn dat jullie er waren. En jullie waren goed, jullie hebben het goed gedaan. Dankjewel. U thuis ook hartelijk bedankt voor het kijken. En ik wens u veel succes met oefenen natuurlijk op internet. En ik zie u graag terug bij de volgende taalklas. Dag!